welkom bij deze nieuwe video. In deze video van vandaag gaan we slijm maken. Dit is een test voor als het wel werkt en het werkt. En ik ga 2 soorten slijm maken zonder lijm. Als je wilt weten hoe ik slijm maak zonder lijm, kijk dan snel verder naar de intro. Recept heb je een peel-off-masker nodig. Dat heb ik gewoon voor de kruidvat. Dat kostte 4 euro. Scheerschuim. Dat heb ik van Action. En wasmiddel. Dus nu ga ik laten zien hoe je het moet maken. Oh ja, niet te vergeten, je hebt ook nog een kom nodig. En een lepel. Als eerste ja, die gewoon peel-off masker in de bak. Dit moet echt een peel-off masker zijn, anders werkt het niet. Dan doe je de wasmiddel erbij. Dat ziet er misschien nu weinig uit, maar het gaat zo meteen iets groter worden. Kijk, dit is paars en de wasmiddel is ook paars. Dus dan wordt het misschien ook een beetje paars kleur. Maar door de scheerschuim wordt het meer wit dan paars. Okay. Dan ga je roeren. Kijk, nu is het gewoon mooi paars. Maar zometeen door de scheerschuim wordt het meer wit. Maar waarom je de scheerschuim erbij moet doen is, anders gaat het echt heel erg aan je handen plakken. Nu dus. Dus ja, we gaan nu de scheerschuim erbij doen. Als je wil, kan je het nu al gaan kneden. Maar ja, toch niet per se. Kijk, het is nu best wel groot geworden. Dan moet het als eerst vast. Dan komt er een scheerschuim. Door de scheerschuim wordt het ook een beetje gevlakken. En als het, kijk, ik ga het pas kneden met mijn handen, als het echt loskomt van de bak. Als je wil, kan je er ook nog een beetje meer scheerschuim bij doen. Of meer wasmiddel. Ik denk dat ik er meer wasmiddel bij ga doen, maar een heel klein beetje. Oh ja, en je moet niet heel veel tegelijk wasmiddel erin doen. Want anders ja, gaat het gewoon helemaal mislukken. Ik denk dat ik zometeen een andere lepel ga gebruiken. Oké, ik heb er net nog wat scheerschuim bij gedaan en nog wat wasmiddel. En het is nu wel slijm geworden. Het plakt wel een beetje, maar niet zo super erg, vind ik tenminste. Ik denk als ik het aan... Ja, het plakt niet. Dus eerst plakte het wel heel erg, toen ik het ging kneden. Maar nu niet meer. Alles is al weg van mijn handen bijna. Oké, laten we gaan naar de volgende en dan... Aan het einde van de video ga ik zeggen wat ik beter vind met wasmiddel. Voor slijm recept zonder lijm 2 heb je ook weer een peel-off masker nodig. Scheerschuim. En lensvloeistof. Dus kijk maar of ik dat kan maken. Oké, aan het einde van de, tenminste bijna het einde van de video, ga ik allebei de slijm, hoe noem je dat? Ga ik nog schuimballetjes bij doen. Maar laten we als eerst nog even de tweede slijm zonder lijm maken. Oké, we doen gewoon ja, weer de peel-off masker in de bak. Oké, maar als je het hebt gedaan, dan doe je de scheerschuim. Ik hou het even op zo, want later kan ik altijd nog
meer scheerschuim bij doen. Zoals je ziet is het al slijmig geworden, maar natuurlijk niet dat je het al je handen vast kan houden. Dat niet. Oké, dan doe je de laatste vloeistof. Dit is eigenlijk gewoon hoe je ook vloeistof slijmigt met lijm, maar dan anders. Maar dan met peel off. Zo, ik zie al gelijk resultaat. Hè? Dat is natuurlijk heel handig. Oh ja, en ook een tip. Als je het in je handen gaat doen, dan, en je wilt niet dat het plakt, dan kan je als eerste scheerschuim op je handen doen. En dan de slijm in je handen, want dan gaat het minder plakken. Ik ga nog een beetje lusvloeistof zo. Oké. Het is helemaal losgelaten van de bak, dus ik doe een schuster met mijn handen. Tada! En dan pak ik de slijm. Oké. Zo, ik vind. Ja. Ik ben ook klaar met deze. Deze vind ik echt veel makkelijker dan die andere. Dus laten we nu maar de piepschuimballetjes erbij gaan doen. Oké, ik ga nu de slijm die ik als eerst heb gemaakt in de piepschuimballetjes doen. Oké, en nu ga ik slijm nummer 2 in de piepschuim. Ik weet dat ze hetzelfde eruit zien, maar ja, ik weet hoe ik ze uit elkaar kan halen. Hier zijn de twee slijmen die ik heb gemaakt. Deze is met peel-off masker, scheerschuim en lesvloeistof. Deze is met peel-off masker, scheerschuim en wasmiddel. Zoals je ziet is het best wel veel, dat past deze in deze bakje. Dus ja. Oké, ik begin met deze. Ik doe gewoon allebei de bakjes open. Dan ga ik zo ook een beoordeling geven wat ik beter vind om te maken. Kijk, ik heb gehoord. Ja, wat ik beter vond om te maken en welke lekkerder voelt en zo. En welke je. Ja, welke ik sneller nog een keer zou maken. Okay. Deze was best wel. Ja. Het duurde best wel lang voor deze klaar was. Vergeleken met die andere. En deze was in het begin echt heel plakkerig. Ik moest best wel niet heel veel wasmiddel erbij doen, maar wel wat scheerschuim. En ja, door de piepschuimballetjes is het wat beter geworden, is het wat minder plakkerig. En het is nu ook lekker crunchy. Echt zo, zo blij. En nu volgende. Kijk, deze is veel zachter. Deze vond ik ook moeilijk. Veel sneller om te maken. Ik, nu ga ik ze al bij mijn hand doen. Wat ik lekker vind. Ik zou eerder de peel-off masker met mijn scheerschuim en lesvloeistof maken dan deze. Want deze voelt harder. Deze, ja, deze voelt gewoon lekker veel zachter, weet je. Oké, en nu gaan we het bij elkaar doen. En jullie zagen hoe best wel, ik vond best wel weinig peel-off masker wat ik had gebruikt. En heb je gewoon best wel grote slijm gekregen. Dus let daar wel mee op. Ook al maak je een klein beetje, is het nog wel groter dan wat je had gedacht. Dit was de video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet op mijn kanaal te abonneren. Hier beneden. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Dag!